Rechtstreeks vanuit Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Dit is Media Facts Nationale Uitgeefdag Radio. Een bijzonder duo op deze Nationale Uitgeefdag sluit een beetje de dag af. Dat is Toon van Driel en Sander Stallinga. De ene natuurlijk van FC Knudden en de ander van nu.nl. Hallo. Sander, om even bij jou te beginnen. Jij interviewde net Toon. Klopt. Ik heb eigenlijk iets van, kan jij dit interview niet beter zelf doen? Geef die microfoon maar gewoon, ik neem het wel even over vanaf hier. Ja. Zo Toon, ja. Hoe vond je zelf dat het ging? Ik zei het al, ik weet nooit, als ik het gedaan heb, weet ik nooit of het goed was of niet goed was. Dus ik denk dat morgen het nieuwe interview veel beter is. Maar al met al, ik hoorde ze toch wel lachen hier en daar. Het kan zijn dat ze natuurlijk allemaal lam waren. Maar ik schat ze toch allemaal nuchter in. Dus misschien was het toch wel ergens leuk. Ik weet het niet. Was niet van plan. Gaat vanzelf. Kun je heel kort vertellen voor de mensen die er niet bij waren. Wat je hebt verteld? Wat ik heb verteld? Ja, dat ik 40 jaar Knudden doe. Dat die kranten heel slecht gaan. En ik heb het een ijslolly in de wind genoemd. Op een gegeven moment steeds met stok in je hand. Dus als je niet als wegende die zegt, nou Toon, we vinden je een prima gozer, maar we geven je vanaf volgend jaar geven je de helft. Take it or leave it. Ja, dan is voor mij natuurlijk het signaal gekomen van, luister ik hier nog lang naar al die types? Of ga ik escapen? En hoe moet het dan? Hoe moet ik ontsnappen? Dat kan alleen via internet. En ik heb natuurlijk hartstikke geoefend bij nu.nl. Dus ik voel me nu zeker dat als ik een website, en je had het over 80.000, 100.000 pageviews. Nou, als ik die heb met knudden.nl, met adverteerders en al. Ja, dan kan weeg me wat. Ik hou ze wel, want ik hou van kranten. Ik hou van boeken. Ja. En ik wil dolgraag weer boeken doen. Maar als ik nu 30.000 boeken druk. En ik ga ermee naar Aldi Press, dan zeggen Aldi Press, oh, doen we niet. Ben je meer een liefhebber van boeken of van het digitale? Uiteindelijk kom ik in Stripland eigenlijk ook nooit kijken. Er is een ene stripmanifestatie naar de andere en ik kom nooit. Ik voel me veel meer een reportageman dan een soort sit-down comedian, min of meer. Hoe is jouw digitale transformatie begonnen? Nu.nl was woede. Woede is een hele goede zaak. Als je de ontzettende de tering in hebt, dan denk je, je kan voor mij allemaal in de shit zakken. Waarom was je boos? Ik had allerlei leuke digitale plannen. Dus ik ga naar mijn moederbedrijf, TAD. Die hebben me uitgevonden, zeg maar. En ik had allemaal nieuwe plannen in het verlengde van Knudden. En ze hadden allemaal geen tijd en ze vonden het allemaal niks. En toen dacht ik, weet je wat? Je kan me wat. Ik ga naar de grootste nieuwssite van Nederland en dat is nu.nl. En binnen 24 uur zei ze ja. En toen brak wel de hel los achteraf bij het AD van waarom heb je dat gedaan? Ik zeg, ja, ik sta in de woestijn te lullen 4 weken lang. Je luistert niet, dus ik ga dit doen. Maar ik maak wel een andere knudden voor nu.nl dan voor het AD. En daar begon het. En wat zijn je ervaringen tot nu toe met digitaal? Ik hoorde dus dat pageviews enorm waren. Ik ben daar niet zo mee bezig. Maar het is wel zo dat ik veel meer in het schot val natuurlijk. Als ik iets zie wat gek is, en bijna alles is gek met sport. Ja, dan ga ik meteen, dan jeuk mijn handen en binnen een half uur staat het erop. En bij een krant moet ik natuurlijk wachten tot 2014 voor wat zie. Dat was snelheid? Ja, snelheid. De snelheid past beter bij mijn karakter. Maar de krant zeg maar, is een ritueel voor een hele hoop mensen nog, voor mij ook. Dus met de krant lekker lezen met een bak koffie, dat vind ik nog steeds hartstikke leuk en dat blijf ik doen. En ik hoop nog heel veel mensen. Maar mijn toekomst ligt natuurlijk bij de snelheid. En een stel mensen om me heen die ook van God los zijn en dan gewoon een website maken met adverteerders en al. En volgend jaar starten en de WK knallen. Hey, je zoekt ook nog los van de snelheid, zoek je ook de interactie op via de digitale weg, zeg maar. Kun je er iets over vertellen? Ja, nou niet lullen, maar vullen is iets wat gek klinkt natuurlijk. Maar in mijn vertwijfeling of Twitter wel leuk was. En ik heb hier al verteld van, wil jij nog koffie? Hashtag, nee, ik heb een tweede bak. Ben je nog bij je vriendin? Nee, die heb ik gedumpt. Hashtag, ik denk, hier ga ik niet lang naar kijken. Ik word hier heel depressief van. Ik pleur Twitter eruit, want ik word niet goed van dit zootje. Ook van Facebook, ik heb geen vrienden, ik wil ook geen kennissenkring, ik wil geen vriendenkring, doe ze allemaal weg. En meestal zijn ze sneller dan ik, doen ze mij weg. Klinkt gezellig, toch? Ik ben een heel ongezellig mens, moet ik eerlijk bekennen, ja.
ook een narcist. Nou ja, god, alle exen moet je maar eens bellen van wat ik allemaal nog meer ben. Maar het is een heel pakket. En er wil niemand van horen meer. Dus ik ben in mijn eentje leuk en gezellig. En heb heel veel plannen. En ik heb nu een vrouw, zeg maar, mijn laatste model. Maar daar ben ik al 14 jaar mee. En ik hoop dat als ik thuis kom dat ze er nog steeds zit. Maar die doet volop mee. En die weet ook, mijn toekomst ligt natuurlijk in het snelle werk. En als ik dan nog twee van die malloten erbij heb, dan heb ik ook geen overhead. Ik heb een hond en een kat en voor de rest nul overhead. Dus met drie man kan ik een website maken met veel adverteerders en kan weer opnieuw beginnen. Tot slot, Toon, heb je nog wat wijze woorden voor de uitgevers hier of de uitgeefgeïnteresseerden? Nee, ik heb geen wijze woorden. Het enige wat ik meemaak, ik ben nooit iemand anders geweest, is dat internet wordt natuurlijk heel belangrijk. Maar misschien is iets wat mij bezighoudt, het boek vind ik prachtig. Maar er zijn nu drukkers die drukken digitaal. Dus met andere woorden, je kan een pilotboek maken, je kan een uitgever opzoeken en zeggen ik heb een geweldig idee. Kijk, ik heb al 8 pagina's, doe je mee. En dan ga je opnieuw in boeken. Alleen, je hebt dan niet 20.000 boeken meer liggen, die liggen weg te rotten. Alleen, je moet niet bij jezelf denken, ook op internet. De meeste collega's van mij zeggen, wat levert het op? Krijg ik een poen voor? Nee, je krijgt er geen poen voor. Je gaat een jaar voor Jan Katsenkurt werken. Je krijgt er helemaal geen meter voor. En dan komen de kijkers. En als de kijkers komen, komen ook de adverteerders. En dus dat investeren in jezelf is gewoon daadwerkelijk aan de bak. Een hele mooie slotwoorden van Toon. En even heel kort nog, zoek je een uitgever voor die boeken? Of ga je het zelf doen? Nee, ik zoek partners nu. Gaat mevrouw ook vanavond vertellen. Dus ik zoek nieuwe partners en ik merk ook wel dat ik heb nu.nl, nu sport en dat is een partner. Ik ga het gewoon wel bij sterke figuren zoeken die meedoen, want alleen red je het niet. Mooie laatste woorden. Nou, als de uitgevers zich willen melden, kunnen ze Toon contacten via www.knudder.nl. En dank voor het interview, Toon. Dank je. Mediafacts, Nationale Uitgeefdag Radio, powered by voicebooking.com.